Dus dit is eigenlijk de handleiding die ook deels op klassement staat. Die eigenlijk begint met eerst een algemene uitleg over patronen, waarom patronen, wat voor activiteiten kan je doen met patronen en ook praktisch over de proeftuin zelf. En dan vind je daar per week de doelen en ook een overzicht van die week. En per week is er dan een lesfiche met een soort van introductie, de activiteiten en ook het materiaal dat je altijd nodig hebt voor die activiteiten. En dan nog een afronding. Het materiaal is eigenlijk zo opgebouwd dat het altijd begint met een klassikale introductie, die je dan klassikaal gaat ondersteunen en dan individuele zelfstandige verwerking van de kleuters.